Dames en heren, beste voetbalvrienden, staaien welkom vanuit de perszaal hier in Tribune West, waar we nog even gaan nakaarten met de beide trainers, met Alexander Jankovic en onze thuiscoach Chris O'Loughlin over de partij van vanavond. De openingswedstrijd voor de beide teams in play-off 2 in die poelen B, de eindstand is gekend. Ik heb slechts één vraag op mijn tipje van mijn tong liggen en dat is de analyse van de beide coaches. Meneer Jankovic, wat heb jij vandaag beleefd en ervaren en gezien? Goedenavond. Moeilijke wedstrijd voor ons. Het was geen goede voetbal, 90 minuten op basis van alles. Weinig tempo, weinig beweging. Dat was duidelijk. Het is niet gemakkelijk na de 3 weken zonder competitie te spelen. Op fysieke vlak was ook moeilijk. De eerste helft was slecht, te veel directe fouten en weinig tempo en weinig beweging. Je bent geen oplossing gewonnen voor het blok van Sint-Truiden. De tweede helft was een beetje beter, de eerste helft was goed. Met de goede beweging, goede opbouw en initiatief en autoriteit. En we moeten tweede doelpunt scoren in de eerste 5 minuten met 2 kansen van Verdier. En daarna alles was geen open. De wedstrijd was open. En voor ons het belangrijkste is punten te pakken. En voor ons ook clean sheet te houden. We hebben veel problemen gehad dit seizoen met doelpunten tegen ons. 50 is te veel voor ons. Dat is de derde keer op rij nu. Dat we kunnen de clean sheet houden, dat is belangrijk. 3 punten, goede mentaliteit, met veel problemen, techniek en fysieke vlak ook. Maar goede mentaliteit, punten en verder gaan. Proficiat en we moeten en zullen beter spelen de volgende match. Dank. Dankjewel, meneer Jankovic. Thuiscoach, Chris. Yep, I think for me it's a similar analysis. I think that from both teams it was a poor game of football. It lacked any rhythm, any form of rhythm. From ourselves, tactically, we didn't really have too many problems at all. I think it came down to, you know, circulation of the ball wasn't great. The movement also wasn't decent. We probably made too many poor decisions. Passing the ball, maybe holding on for it for a few extra seconds when it could have been released earlier. The way we've conceded the goal is, it's comical. It's really poor. It shouldn't be happening. And then we've, at the same time with a poor game, we have created chances in the game, and we have to take our chances. We have to be more prolific. We have to be more hungry and to get on the end of crosses as well and attack them. But overall, it was a poor game of football on display, and a very subdued almost atmosphere coming off the pitch. So, but we will take this game. Young players will, the younger ones who've played tonight will also learn from it, and hopefully this can help the players to get a bit of more rhythm. It has been 3 weeks, as my colleague has said, and hopefully for the next game we'll make sure that there's a response. Oké, tot zover de analyse van de beide coaches, dames en heren. Wij kunnen hier voor de mensen in de revue en de mensen in het stadion die het interne circuit volgen, kunnen wij nu afsluiten in de revue. Zometeen in de Westtribune Club 24 hebben jullie nog een sessie te goed van DJ Nolle. Prettige avond verder, fijn weekend en tot een volgende keer hier op Staaien.